Nou, als hij die doelpunt was geweest in de eerste helft bij het begin, de eerste minuut voor de Blokkers, dan had het toch een heel andere uitgangspositie geweest voor jullie, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, dat was het nog wel omgedraaid, denk ik, hoor. Maar ja, daar kwamen we goed weg. Gelukkig ging je er niet in. Nee. Nee. Ja, en dan is het 0-0 in de rust. Wat zegt dan de trainer tegen jullie? Ja, dat we geduld moesten bewaren en dat die kansen vanzelf zouden komen. En ja, dat we ze dan wel zouden maken. Ja, jullie waren zowel als de eerste als de tweede helft de bovenliggende partij. Ja. Jullie waren toch eigenlijk nog een stuk beter als de Blokkers. Maar ja, ja, de trainer van Blokkers is ook niet benijden. Hè? Want ja, hij mist toch wel 7 spelers. Ja, ja, nou ja, goed. Je moet hem dan alsnog wel winnen. En gelukkig maakten wij de kans af in de tweede helft. Ja. Hassan, die zat er volgens mij aan. En jij zat er ook aan. Het was volgens mij een gezamenlijk doelpunt. Hè? Ja, ik werd naar de grond gehaald door de verdediger van Blokkers. En toen kwam die bal opeens voor mijn voeten. En toen kon ik snel draaien en de bal erin schieten. Maar volgens mij stond Nasser er ook bij, ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik was hem net voor. Ja, meestal is het zo gelijktijdig trappen van de bal. Dan is het ook een gezamenlijk doelpunt. Maar ja, ja, dat was, ja, het was een beetje een Ik was hem net voor. Dus ja, gelukkig ging je er ook in, ja. En dan maak je 2-0. Ja. Bevrijdend? Ja, eigenlijk had ik wel gehoopt dat hij wat eerder zou vallen. Maar ja, toen was het helemaal klaar. Dus toen was nog 2 minuten overleven en de punten in de tas. Ja. En wat zei je nou in de rust tegen ze? Nou ja, in de rust is eigenlijk hetzelfde als we het voor de wedstrijd al zeiden. Als je niet in staat bent om die eerste goal snel te maken, dan is het vooral gewoon rustig blijven. Je weet dat Blokkers helaas, in ieder geval helaas voor hun te maken heeft met wat fysieke ongemakkelijkheden. En dat je normaal gesproken fysiek het voordeel moet hebben in conditioneel. En als je dan geduldig blijft en je blijft gewoon wachten, dan komen de kansen met kwaliteit jongens die wij in het elftal hebben, dan hopelijk vanzelf. En dat gebeurde. Nou, als het een beetje mee zit, Medelblik puntenverlies, West-Fries is zeker puntenverlies. Ja, ik was die hebben verloren. Ja. Dus dan zijn er mogelijkheden voor jullie als je volgende week wint van Hugo Boys. Leuk, ja. Volgende week mogen we als enige spelen en mogen we eens kijken of, het, of we kunnen aanhaken bij dat groepje. En dan eventueel toch aspiraties tweede klas? Nou ja, en we moeten niet op de zaken vooruit lopen. Eerst volgende week maar winnen. Maar ja, mocht dat gebeuren en mocht dat lukken, dan is er wel denk reden om even met elkaar te kijken van waar ligt het doel dit jaar? En, want dat is nog niet bepaald. Dus dat, ja, dat is wel een mooie graadmeter om naar 7 wedstrijden volgende week te kijken. Wat gaan we doen? Ik dacht van op een gegeven moment het systeem 8-2-1. Althans 2-8-1 speelde Blokkers. Ja. Dat was moeilijk tegen te spelen, hè? Ja, lastig. En ze deden dat ook echt een compliment aan Blokkers. Want die deden dat gewoon echt goed. Ze werkten er hard voor. Nou, wij speelden het ook een beetje in de kaart in de eerste helft. Gewoon net even de verkeerde keuze. Iets te weinig te verrassen, iets te weinig te variëren. Nou, daar gingen zij ook heel goed mee om. Ik denk dat het ook wel gezegd mag dat als zij weer wat jongens terugkrijgen en zij worden wat fitter, dat het gewoon een hele goede ploeg 7 is. 7 basisspelers. Ja, ongelooflijk. Ja, dat is natuurlijk super lastig. Ja. Dus je moet niet benijden, je collega? Nee, ik kan me niet voorstellen hoe dat is. En dan hoop je ook alleen maar dat dat snel om kan draaien en dat een paar weken rust nu goed doet. En dat ze snel weer met een vol elftal kunnen spelen. Want het is gewoon, dat verdient zo'n ploeg als Blokkers ook gewoon. Ja. Verwacht je nog wat veranderingen aanstaande vrijdag bij het optreden van de minister-president en met de jongen? Ik zou het niet weten, ik hoop het niet. Ja. Het is, maar ja, het is niet te voorspellen. Het is, ik ben al blij dat we zover zijn. En ik mag toch hopen dat de amateursport en de verenigingen gespaard worden van de onderbrekingen en weer een gestopt seizoen. Maar ja, je weet het niet.